Ineke de Smit, heb jij iets te maken met Ayuda Maya? Ja, dat klopt. Vorig jaar juli heb ik samen met mijn man en een paar andere mensen, waaronder ook een soort optimiste, Nel Sinkler, van onze club De Kop van Overijssel, de stichting Ayuda Maya opgericht. We probeerden daarmee een statement te maken. Het is iets wat we al langer van plan waren, mijn man en ik. En onze club De Kop van Overijssel was begonnen met het project Nauru, waar mijn man en ik vaak komen in Guatemala. We zijn daar geconfronteerd met een project wat er is, de aanleg van een waterleiding. En juist dat vond ik heel interessant, omdat wij Soroptimist Go for Water. En ik dacht, hé, dat klinkt heel erg mooi. Sluit mooi aan bij de doelstellingen van de SORRE. En zodoende contact opgenomen met onze eigen club. En we hadden veel geld nodig, 50.000 euro ongeveer. Daardoor zijn we gaan samenwerken met andere clubs. Racelanden sloot aan, Club Emmen, Club Assen doneerde geld, Wieringenland en zelfs Alphen aan de Rijn. En het project is nu gestart. Het zou bijna afgerond zijn deze week. De aanleg van de waterleiding was bijna klaar. En nu ontstond er vorige week een grote ramp in Guatemala. Daar was een storm, Agata. En de vulkaan barstte uit. En grote ellende daar. We hebben veel contacten. We hebben contact met Stichting Los Niños. Dat is een Nederlandse vrouw. En met Yvonne Sinclair. En die zijn eigenlijk nu bezig de rommel op te ruimen. Door ook te steunen. En vandaar deze oproep die ik vandaag toch maar gedaan heb voor noodhulp Guatemala. En ik hoop dus dat het aanleiding is deze dag ook dat er veel geld binnen gaat komen voor Guatemala. Nou, dan mag je nog één keer het gironummer noemen. Oh, dat had ik nog niet genoemd, maar dat is 15 14 89 610, ten name van Stichting Ayuda Maya. Dat is een moeilijk woord. Maar je kunt ons ook vinden op de website als je kijkt op Ayuda Maya onder vermelding van noodhulp. Dan komt het sowieso goed. En ik wilde ook nog zeggen dat we met onze stichting 6 van de millenniumdoelen steunen. Dus dat sluit eigenlijk ook weer heel leuk aan op het onderwerp vanmorgen van de landdag. Wat is dit voor symposium? Wat is het voor flyer en wat is het voor symposium? Nou, ik ben dit jaar Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger. Dus ik spreek namens de Nederlandse vrouw bij de Verenigde Naties. En ik bied in mijn functie als vrouwenvertegenwoordiger een symposium aan het Nederlands publiek. En het doel is eigenlijk met name dat ik dan input krijg op mijn statement. Wat ik in New York af ga leveren aan de algemene vergadering. Dus je bent een soroptimist en namens de soroptimist ben jij de vrouwenvertegenwoordiger? Nee, dat moet u toch anders zien. Want ik ben zelf geen soroptimist en ik ben ook geen vrouwenvertegenwoordiger namens de soroptimisten. Ik ben wel lid van andere organisaties die soortgelijke doelstellingen hebben. Dus daarom voel ik me wel nauw verwant aan de soroptimisten. Maar ik ben vrouwenvertegenwoordiger voor alle in Nederland wonende vrouwen. Want ik word door de Nederlandse regering uitgezonden. En is dat nou een verkiesbare functie? Ja, dus de selectiecommissie waar je aan voorstelt, zeg maar. De procedure wordt begeleid door de Nederlandse Vrouwenraad. Dus ook soroptimisten vrouwen die kunnen zich daarvoor aanmelden. En een jaar of twee geleden is Marieke Sandersen-Holt is een Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger geweest. En dat is een soroptimist, zij is vandaag ook hier. Dus, Nou, en jij bent nu dus bezig om mensen dus duidelijk te maken, of een beetje bewust te maken van de positie van de vrouw? Ja, en dan specifiek naar vrouwen in conflict situaties. De VN-veiligheidsraad heeft een specifieke resolutie ondertekend. Dat is resolutie 1325. En die richt zich op de noden van vrouwen in conflict situaties. En juist die resolutie wil ik graag onder de aandacht brengen. Die bestaat dit jaar ook 10 jaar. Dus het is een mooi moment om erbij stil te staan. Dat zal in het najaar zijn. Met Halloween overigens, 31 oktober. En dus eigenlijk is het zeg maar die specifieke groep waar ik me op richt. En ook hoe wij daar als Nederlandse vrouwen betrokken bij kunnen zijn en ondersteuning aan kunnen verlenen. Dat doe je dus onder andere door dagen zoals dit bezoeken. Ja, ja, nou was ik wel onderweg naar het noorden. Want ik kom uit het zuiden, dus dit was een stuk verder. Maar ik ben wel onder de indruk van de faciliteiten hier in Harderberg en de omgeving. Wat ik zo zag vanuit de auto. En het is natuurlijk een heel mooi forum voor mij om alle soroptimisten clubs in Nederland bij elkaar te zien. En dus op die manier ook mijn boodschap te kunnen overbrengen. En hun input daarop te kunnen krijgen. Ze is kritisch en ze weet ontroeren. Ze schrijft al haar melodieën en teksten zelf
en ze begeleidt zichzelf aan de piano. Alles wat haar raakt en beweegt is aanleiding voor haar om een nieuwe tekst te maken. Luister en geniet van Charlotte Glory. Ja, daar gaan we dus alweer. Ik moet zitten, maar ik ga niet zitten. Nee, ik ben altijd eigenwijs. Ja, zo ook vanochtend tegen die meneer, ik stond even op de bus te wachten. En die meneer die kwam voor me staan en die zegt niet eens goeiemorgen tegen me. Nee, zonder enige inleiding vraagt hij aan mij, ben je zo geboren? Waarop ik antwoordde, nou nee, ietsje kleiner. Waar gaat ze toch heen? Kijk er daar eens staan, zo moederziel alleen. Moet ik er helpen, ja of nee? Nou, ik bemoei me er niet mee. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Voor deze geweldige zangeres, waar zit ze, Charlotte Glory? Vooraan opzij, ja, opzij, in de loge, uit de kunst. Speciaal voor haar en speciaal voor Antje de Groot, die hier de coördinatie van heeft. Klopt allemaal, hè, tot nu toe. Of was Antje de zangeres? Nee. Speciaal voor deze dames wil ik met u allen een volgende politieke slager inzetten. Een lied over de flexibiliteit van de vrouw. Oftewel, La Donna Mobile, allemaal! La Donna Mobile! Die reiskosten Groningen. Komt u daar? There they are! Hanne Hensboek. Hanne! Welkom, Hanne! Waren al very welkom. Misschien wel hadden we gewonnen of weet ik veel van volgend jaar. Doesn't matter. We just started because for time reasons. Is that okay, ladies from abroad? Sie setzen sich da. Und wenn die Aria ist ganz aufgelaufen, Schluss, dann werden die Weibchen. Die Frauen die rufen brava, bravissima. That means very well. But you are an international. Nou, Antje, de kop is eraf, of liever gezegd, het is bijna afgelopen. Ja. Hoe ging het? Volgens mij ging het hartstikke goed. En als je iedereen hier rond ziet lopen, heeft iedereen een hartstikke leuke dag gehad. Nou, daar deden we het voor. En jij zelf? Ik ook. Ik heb genoten. Het was heel relaxed. Alles was geregeld. Dus het was ook een feestje voor mezelf. Helemaal super. En wanneer organiseren we weer? Nou, als we 25 jaar bestaan of zo. We houden eerst onze eigen feestjes de volgende keer. Ja. En dan geef ik nu als allerlaatste het woord aan Akke. Nou, Anje, helemaal bedankt. En wat een slimme cadeau. Al die mensen gaan weer een weekend hier naar dit gebied natuurlijk gewoon. Applausje voor de commissie. Ik heb de eer om de Landdagcommissie hartelijk te bedanken. En dat is natuurlijk dit, als je nou ziet wat voor inspanningen ze geleverd hebben, maar wat voor topdag we ook gekregen hebben vanwege het weer. Maar hoe geweldig het is dat ze opnieuw een programma voor 's middags met elkaar in de zaal gedaan hebben. Dat vonden wij nogal riskant. We dachten, oh god, straks vindt de helft het niet mooi, de andere helft wel mooi. Maar ik heb even gepeild, iedereen vond het overweldigend. Fantastisch.